Heeft u ook een goed idee voor Waddinxveen? Wij nodigen u uit om het hier te komen delen met ons en de mensen die willen meehelpen om dat idee uit te voeren. We gaan naar de raadzaal om te laten zien waar u dan de gelegenheid krijgt om uw verhaal met ons te delen. Normaal is dit de raadzaal, maar voor de meet and match gaan we het verbouwen. Hier krijgt u uw eigen tafel om te kunnen laten zien wat u denkt dat goed zal zijn voor Waddinxveen. Mevrouw Schippers, ik ben heel nieuwsgierig. Hoe is het idee om een meet and match te organiseren eigenlijk ontstaan? Het idee is ontstaan in de raad. De gemeenteraad die heeft werkgroepen georganiseerd. En daar komt dit idee naar voren op basis van voorbeelden uit bijvoorbeeld Drimmelen, waar het al gedaan is. En ze hebben mij gevraagd om mee te denken als wethouder samenlevingsparticipatie. Dat doe ik graag samen met de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. Lijkt me dit een heel mooi voorbeeld van hoe we samenwerken. Wat gaat de gemeente doen om inwoners te helpen bij hun match? Nou, wij kunnen wellicht helpen op bepaalde gebieden waar het nodig is. Misschien is er een vergunning voor iets nodig, als het bijvoorbeeld een evenement is. Nou, dan zouden we daar kunnen helpen. Of misschien hebben we bepaalde kennis als een inwoner vragen heeft waar we bij kunnen helpen. En natuurlijk stellen we het gemeentehuis ter beschikking. Het is een hele andere werkwijze dan normaal. Normaal gaan we hier de ideeën bedenken en voeren we ze ook uit. Dit keer vragen we de inwoners van Waddinxveen om met hun ideeën te komen. Wat denkt u dat dat kan bijdragen aan Waddinxveen? Weet je, je merkt dat mensen anno 2019 gewoon zelf ook betrokken willen zijn. Dat ze gewoon heel dicht bij hun eigen wonen en leefomgeving dingen zien en daar een mening over hebben. En het lijkt mij gewoon hartstikke mooi als zij zelf ook met die ideeën komen. En nogmaals, Waddinxveen maak je samen. Dus samen aan de slag. Oké, nou, hartstikke mooi. Ik denk dat we daar allemaal heel enthousiast van worden. Heeft u nu ook een van die mooie ideeën? U kunt zich tot eind oktober aanmelden bij de link die hierna in beeld komt. Wij zullen in ieder geval aanwezig zijn en we hopen u ook te zien.